Dit is een bespreking van Inees, boek 1, regel 267 tot en met 282. In het voorafgaande heeft Virgilius verteld hoe Jupiter zijn dochter Venus geruststelt. Het komt echt wel goed met Eneas. In het stuk wat nu volgt gaat Jupiter een voorspelling doen over Eneas' zoon Ascanius en het vervolg van de Romeinse geschiedenis. Dat Eneas 3 jaar in Italië zal regeren en daarna vergoddelijkt zal worden, dat heeft Jupiter in het voorafgaande al gezegd. Ad puer Ascanius. Puer betekent jongen. Ascanius is dus die zoon van Eneas en Creusa. Maar de jongen Ascanius, cui nunc anui, nu de bijnaam Iulus, wordt toegevoegd, staat er letterlijk, wordt gegeven, heb ik vertaald. Iulo, dat congrueert, dat staat in de dativus, dat, omdat het congrueert met cui. Dus die Ascanius, die wordt nu ook Iulus genoemd, voorspelt Jupiter. Natuurlijk, dat moet de voorvader worden van het geslacht van Julius Caesar. De jongen die heette eerst Iulus, dus Iulus was het, erat. Doem, zolang als, met de indicatieve stetit, zolang als stond, stand hield, heb ik vertaald, zolang als stond de res ilia, dus de Ilische, de Trojaanse staat, de res ilia. Dus die Iulus, vertelt Virgilius hier, die is genoemd naar Ilion, een andere naam voor Troje. En die wordt nu Iulus, die zal daarna Iulus genoemd worden. Dus die heette Iulus erat, die heette Iulus was het, zolang als de res ilia, de Trojaanse staat, stond regno in haar macht, heb ik vertaald. Triginta orbes hoort bij elkaar, 30 cirkels, 30 magno's cirkels, 30 grote cirkels. En dan is volvendis mensibus, dat is een ablativus absolutus, met de maanden die gerold moeten worden. Dat volveren zijn we al een aantal keren tegengekomen in de context van het voorspellen van de toekomst. Hier in het rollen van de maanden staat er ongeveer letterlijk. Dus die Ascanius die zal in het rollen van de maanden 30 triginta grote kringen met zijn heerschappij vervullen, volmaken. Dus die Ascanius zal 30 jaar regeren. En hij zal het regnum, het rijk, de macht, vanaf de woonplaats Lavinium, dat was die stad die door Aeneas gesticht is, die zal hij overdragen. Dus die Ascanius zal de macht verplaatsen naar een andere stad. Dat staat hier. Welke stad? Die wordt in deze regel ook genoemd. Namelijk Alba Longa. In een opvallend hyperbaton. En hij zal onderwerp nog steeds Ascanius daar. En Ascanius die zal opbouwen. Die zal versterken Alba Longa. En dat zal hij doen multa vi, met veel macht, met veel kracht, met veel sterkte. Hic, dat lijkt in eerste instantie lijkt dat Ascanius te zijn, maar omdat regnabitur er zal geregeerd worden, kun je zien dat hic hier betekent. Hier zal geregeerd worden, dan, jam, hier zal dan geregeerd worden, 300 hele jaren. Dus dat Alba Longa, dat zal 300 jaar geregeerd worden. Gente sub Hectorea, onder het Hector-volk. Hectorius is een bijvoeglijk naamwoord, dat is afgeleid van de Trojaan Hector. Onder het Trojaanse volk. Dus de afstammelingen van Ascanius zullen in Alba Longa 300 jaar regeren. Totdat een Regina Sacerdos, een koningin, priesteres. En haar naam staat een regel lager, namelijk Ilia. Dus totdat een koningin priesteres, Ilia, gravis Marte, letterlijk zwaar door Mars, dus zwanger van Mars, totdat die zal geven, zal baren, heb ik vertaald,
een geminam prolem, een dubbel kind, dus een tweeling, totdat die Ilia een tweeling zal baren partout. Letterlijk staat partout met bevalling. Partus betekent iets als bevalling. Dus letterlijk staat er iets als Regina Sacerdos, die Ilia, die zal geven met baring. En dat is samen vertaald met baren. Inde betekent daarna. Onderwerp van de volgende zin is Romulus. Dat staat een regel verder, opvallend vooraan. En die Romulus die is laetus, verheugd. Over de bedekking, bij dat techmine, daar hoort fulvo bij, over de bruin-gele bedekking van de wolvin, voedend van de wolvin die hem gevoed heeft. Je kent natuurlijk het verhaal dat Romulus en Remus te vondeling werden gelegd en dat zij vervolgens gevoed werden door een wolvin. Daar slaat dit ongetwijfeld op. Maar wat precies de bedoeling is met die techmen, dat is een beetje onduidelijk. In ieder geval staat hier dat Romulus dus verheugd is over de bedekking van die wolf. Dus over de huid van die wolf, heb ik toegevoegd. Die is bruin-geel, de wolf die hem gevoed heeft. In ieder geval die Romulus, voorspelt Jupiter, die zal excipiet, die zal overnemen het volk. Dus het volk van Hector is dat net daar genoemd. Die zal dat Trojaanse volk overnemen. Als koning is natuurlijk de bedoeling. En die Condet, die zal stichten Mavortia Moenia in de volgende regels. Muren van Mars. En we hebben net gelezen dat die Ilia, dat die zwanger was van Mars. Vervolgens Romulus en Remus baden. Dat maakt Romulus en Remus tot kleinzonen van Mars. Vandaar dat die Moenia hier Mavortia worden genoemd. Muren van Mars. Dat zijn natuurlijk de muren van Rome. Virgilius legt dat ook uit. En hij zal, onderwerp nog steeds, Romulus daar. Hij zal noemen die muren Romano's. Nee, hij zal noemen dat volk Romano's. Suo denomine. Vanaf zijn eigen naam. Dus hij zal dat volk, dat Gentem, die zal hij naar zijn eigen naam, suo denomine, zal hij Romano's, Romani, Romeinen noemen. His, dus aan hen, aan die Romeinen. Pono, stel ik, zegt Jupiter, ego staat daar, ego stel ik niet grenzen, rerum, grenzen van de dingen, grenzen aan hun macht. En ook geen tijden, staat er letterlijk. Dus zij zullen eeuwig heersen met onbeperkte macht. Een imperium in heerschappij sine fine, zonder einde, zonder grens, heb ik gegeven. Quin, ja zelfs, betekent dat de vrede Juno, die nu fatigat, die nu vermoeid, zee en landen en hemel, vermoeid, dus de hele wereld vermoeid mee toe, in angst. Dus zorg dat iedereen bang is, met angst kun je ook vertalen. De Juno die zal ten goede keren, die zal terugbrengen haar plannen naar het betere, staat er letterlijk. Die zal haar plannen ten goede keren, is een Nederlandse uitdrukking. En mecum, met mij, zal zij koesteren, zal zij beschermen, heb ik hier vertaald, de Romeinen. De rerum domino's, de heersers van de dingen, hier vertaald met wereld, de heersers van de wereld. En in gens, in volk, met een toga aan en in toga gehuld volk. Jupiter voorspelt dus hier een roemruchte toekomst voor de Romeinen.